Goedemorgen en welkom bij BTIC Talks, de online talkshow van het Bouw en Techniek Innovatiecentrum. Een uur lang inspiratie rond innovatie. Live op YouTube vanuit Delft, de plek waar normaal gesproken hard gewerkt wordt door de mensen achter het BTIC om samen met overheden, marktpartijen en kennisinstellingen na te denken over de innovatievragen en behoeften in het land, die te bundelen in programma's en met die programma's na te denken over de oplossingen waar Nederland de komende decennia voor staat. Ik noem CO2-reductie in de bouw, digitalisering van werkprocessen en de vervanging van een compleet verouderde infrastructuur. Het BTIC bestaat vandaag op de dag af 1 jaar en dat vieren we in dit talkshowprogramma een uur lang praktijkvoorbeelden van mooie innovatie. We hebben het over de aanleg van circulaire wegen, over de bouw van prefab woningen, circulaire gevels in een bijzondere leaseconstructie, hier voor het eerst uitgeprobeerd aan de faculteit Civiele Techniek in Delft. En bovendien zoomen we in op de rol van onderwijs in dat veranderende veld. Tot slot kijken we met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkse Relaties naar de ruimte die er op dit moment is in Nederland om te innoveren en wat daar moet veranderen. Je kunt reageren via de chatfunctie in YouTube. Gebruik die ook vooral om vragen te stellen. Bijvoorbeeld aan de gasten die nu bij mij aan tafel zitten. De huidige voorman, het boegbeeld van het BTIC. En de nieuwe, het nieuwe boegbeeld van het BTIC. Maxime Verhagen en Doekle Terpstra. Goedemorgen heren, welkom. Maxime, we hebben afgesproken te tutoyeren. Je zwaait af na 1 jaar. Yeah. Neem ons even mee, wat is het voor jaar geweest? En hoe zagen die begindagen eruit? Nou, het is op zich een heel intensief jaar geweest. Het lijkt nu, een jaar na de oprichting, lijkt het vanzelfsprekend dat binnen de bouwsector, Techniek Nederland, Bouw in Nederland, maar ook alle andere partijen over die hele sector samen met kennisinstellingen, dus universiteiten, HBO's, TNO en de opdrachtgevers, dus je hebt de drie O's eigenlijk, hè? Opdrachtgevers, ondernemers en onderzoekers, die met elkaar samenwerken om te kijken van wat is er nodig aan innovatie, wat is er nodig aan nieuwe ideeën, mm-hmm. nieuwe materialen. Waarom was dit zo vreselijk hard nodig 1 jaar geleden? Nou, kijk, we zijn natuurlijk toch, eigenlijk de bouwagenda heeft daar natuurlijk vanaf het begin af aan in 2017 al de vinger op de zere plek gelegd. Dat wij eigenlijk te versnipperd werken. Er vinden zeker, hè, er wordt vaak wel eens gezegd van de bouwsector is niet innovatief, daar ben ik het niet mee eens. Dat vinden ze wel degelijk innovaties plaats, mm-hmm. maar die worden eigenlijk per project opgezet en die worden niet met elkaar gedeeld. Hè. Er is dus niet een cultuur van open innovatie, maar wat je bedenkt, dat hou je dan voor jezelf. Ja. Terwijl je de maatschappelijke vraagstukken waar we nu voor staan, of dat nou gaat over vervanging van oude infrastructuur, of over schaarste aan grondstoffen, of over verduurzaming. Daar heb je innovatie nodig, ja. want je kunt het niet met die bestaande middelen. En die uitdagingen zijn dusdanig groot dat het niet lukte in dat huidige landschap om Klopt. Die het hoofd te bieden. Dus je moet dat bij elkaar brengen, kracht, je moet die krachten bundelen. En nou ja, kijk, dat is 1 jaar geleden eigenlijk gebeurd. Het was alleen al. Waar bent u het meest trots op? Terugkijken het jaar, wat is er gebeurd waarvan u zegt, oké, dat is mijn legacy tot nu toe? Nou, waar ik het meest trots op ben. Er moet daar nog een puntje aan zijn. Ja, zeker. Nou, waar ik om te beginnen, dat kan die nooit meer overtreffen, dat is dat voor het eerst de 4 technische universiteiten, MTNO, samen kijken van jongens, hoe gaan we die kennis bundelen? Maar tegelijkertijd dat in de hele bouwsector eigenlijk er een enthousiasme is gekomen, een dynamiek van jongens, samen kunnen we het ook oplossen. Hè, dus dat vind ik nog het mooiste wat eigenlijk in dit jaar bereikt is. Ja. Ja, je gaat zo meteen de voorzitterhamer, er gaat een troonwissel plaatsvinden, hè, om het even dramatisch te bestempen. Wat wil je meegeven als... Nou kijk, je ziet eigenlijk op dit moment natuurlijk dat we de ene crisis naar de andere hebben. Toen we begonnen hadden we eigenlijk net de financiële crisis achter de rug. En waren we aan het kijken van jongens, hoe gaan we als bouw onze bijdrage leveren? Daarna hebben we stikstof, PFAS gekregen en nu corona. Dus je hebt een aantal nieuwe uitdagingen waar je gewoon direct mee te maken hebt in de bouw- en technieksector. En tegelijkertijd
We hebben natuurlijk in het afgelopen jaar, hebben wij, omdat we ons eigenlijk van de wal moesten duwen, hebben we gekeken op innovaties kun je plaatsvinden door eigenlijk een vernieuwing in te brengen op het bestaande. Mm-hmm. Hè, dus voortbouwend op wat we hadden. Maar je moet dus eigenlijk een volgende sprong maken. Je moet echt... Mooi moment om af te zwaaien. Eigenlijk begint het harde werken nu pas. Ja, nou ja, ja. Kijk, je moet wel weten wanneer je iets overdraagt. Ik weet één ding zeker. We hebben ook in die afgelopen periode zo goed samengewerkt. Dat ook onder zijn boekbeeldschap, onder zijn voorzitterschap, gaat dat andersom ook gebeuren. Ben ik van overtuigd. Je hebt iets om die overdracht te markeren. Hè? De voorzittershamer spreekwoordelijk hier over te dragen. Je hebt iets geknutseld. Ja, ik heb iets geknutseld. Ja, weet je, het punt is, hoe innovatief we ook werken, en je ziet hier met enorme mooie nieuwe communicatiemiddelen, blijft veiligheid natuurlijk toch ook wel van groot belang. Je moet veilig blijven werken. En ik weet, de eerste keer dat wij samen bij een project waren in het kader van de veiligheid, dak van de veiligheid, toen had Doekle hele innovatieve nieuwe schoenen aan, die uitzagen als gewone Brooks. Maar het bleken toch veiligheidsschoenen te zijn. Ah, ja. En ik kreeg allemaal commentaar van, ja, er staat niemand naast u die geen veiligheidsschoenen aan heeft. Maar hij had de allernieuwste, dus ik ben ervan overtuigd dat hij innovatie en veiligheid ook in de toekomst kan waarborgen. We gaan hem officieel overdragen. Over de tafel heen, heren, om afstand te bewaren. Is die even door de wasstraat gegaan trouwens? Is die, ja, helemaal ontsmet. Ja, oké, heel goed. 70% alcohol. Ja. Want het moet wel veilig blijven, ook deze voorzitter samen. Yes, heren. Oké, dankjewel. Martin. Succes. Ga weer zitten. Doekle Terpstra, een mooie helm om mee naar huis, wou ik zeggen, maar mee aan het werk te gaan. De uitdagingen liggen er niet om, hè, zegt Maxime hier. Nee, en daar komt nog steeds meer erkenning voor. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Maar laat ik beginnen met op te merken dat ik graag de waardering uitspreek in de richting van Bouwer Nederland als organisatie. In het bijzonder Maxime, die toch in belangrijke mate het fundament heeft gelegd voor waar we op dit moment staan. Is gewoon goed werk gedaan. En wat ik heel erg mooi vind, is dat wij, we zijn in zekere zin ook geholpen door de coronaperiode, mm-hmm. zou je kunnen zeggen. Omdat we in de afgelopen maanden op een hele goede manier de samenwerking hebben kunnen vormgeven. Zegt Maxime hier, de crisis op crisis, hè? De uitdagingen worden veel groter. Zeker. Wat zijn jouw speerpunten voor de komende periode? Nou, in ieder geval die samenwerking verder gestalte geven. Dat willen we ook heel graag. En we hebben het niet meer in klassieke termen alleen maar over de bouw. Maar we hebben vanochtend ook nog eens een keer tegen elkaar gezegd van we moeten als het ware dat profiel van bouw, ontwerp en techniek nu verder integraal vasthouden. Dat pakken. En daarmee kunnen we enorme slinger geven aan die gewenste innovatie die we willen laten plaatsvinden. En de tijd is er. We krijgen volop support van partijen buiten de deur. Mm-hmm. Dus als we nu niet in slagen om de bouw integraal bij de kop te pakken, te positioneren en ook na te denken over de vraag hoe kunnen we nou die innovatie binnen de keten, ook de procesinnovatie versterken, de samenwerking met het onderwijs vormgeven en tenslotte ook nog onze leden goed vinden, want we zijn belangenbehartiger. En we willen heel goed die verbinding ook maken met onze leden. Dat zijn wat mij betreft ook de prioriteiten. Dus het fundament is gelegd, het bootje is van de wal. En nu moeten we ervoor zorgen dat we als het ware een nieuwe slinger eraan weten te vinden. En ook ons goed weten te positioneren voor een nieuw kabinet volgend jaar. Onder andere over het onderwijs dat je aanstipt, gaan we straks later in het programma nog praten. Dank in ieder geval nu. Heel veel succes. Doekle Terpstra, Maxime Verhagen. We maken ons op voor een goed gesprek over de circulaire infrastructuur. En straks aandacht voor een hele nieuwe manier van bouwen. De prefabwoning komt eraan. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het traditionele bouwproces dat we overal in het land pop-up fabriekjes hebben. We starten een bouwproject en dan gaan we dat daar op de bouw gaan we samenstellen. En dan hebben we ook gewoon wel mensen nodig die improviserend vermogen hebben om die dingen die net niet helemaal lekker zijn, niet helemaal uitgedacht zijn, op de bouw te fixen. Nou, dat proces dat willen wij helemaal elimineren. Dat je nog op de bouw bezig bent met na te denken wat daarvoor eigenlijk al had moeten gebeuren. Aan tafel nu Frederike Noppers, interim manager duurzaamheid bij Dura Vermeer. En Richard Mulder, NT-lid bij het BTC. Fijn dat jullie er zijn. We gaan het hebben over circulaire wegen. Frederike, allereerst, jij bent duurzaamheidsmanager.
In hoeverre is dat een functie die een beetje voor de bühne is? Nee, of een keihard onderdeel van het bedrijf? Absoluut, ja. Ja. Ik ben echt op allerlei fronten bezig. CO2-reductie, emissievrij bouwen en dus ook met de circulaire weg. We zijn met veel verschillende programma's bezig bij Duren Vermeer. Circulaire infrastructuur, circulaire weg. Wat kun je dat uitleggen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, als je kijkt naar circulariteit, dan wil je kijken naar goed gebruik van grondstoffen. Waarbij je de levensduur verlengt en ook zo hoog waardig mogelijk hergebruikt, et cetera. Nou, daar heb je allerlei verschillende toepassingen voor. En wij zijn in ons programma ook echt aan het kijken naar de weg as a service, de road as a service. Waarbij je eigenaar blijft van de weg en waarbij je dus ook zelf verantwoordelijk bent voor hoe lang je die laat liggen, hoe je die onderhoudt, dus wat de kwaliteit van de materialen blijft en op het moment dat je hem oogst, hoe je die op de beste manier eigenlijk hergebruikt. Ja, want ik denk bij een weg nog steeds aan olie, fossiel. Je smeert een lap asfalt over het land heen en vervolgens op een gegeven moment ga je daar met een drillboor in zit je met een hoop troep. Hè? Ja. Dat product as a service, zo'n infrastructuur as a service, kun je uitleggen wat daar nou de essentie van is en hoe dat terugkomt in het product wat jullie hebben ontwikkeld? Ja, de essentie is dat je zelf verantwoordelijkheid hebt voor de hele levensduur. Dus niet het traditionele model. Aannemer 1 legt inderdaad die lap asfalt neer. Aannemer 2 onderhoudt dat voor een periode van 10 tot 20 jaar. En aannemer 3 die gaat het slopen of inderdaad de bovenlaag. Maar dat is hoe het nu gebeurt eigenlijk grotendeels. Precies. En de essentie is, als je nou de verantwoordelijkheid over die hele periode neemt, dan kijk je misschien anders naar wat je er überhaupt aan de voorkant inlegt. Want er zijn ook producten die bijvoorbeeld 20 jaar meegaan in plaats van 10 jaar. Gedurende het onderhoud ga je er anders mee om, zodat je het ook zo goed mogelijk er weer uit kan halen. Ja, ligt er al zo'n weg? Nee, wij zijn nu in de fase van programma van eisen en ontwerp met de provincie Overijssel. Dus wij hopen dat die er volgend jaar ligt. Ja. Ja. Het lastige hieraan is natuurlijk dat je er een businessmodel van moet zien te maken, hè? Ja. Van zo'n weg. Kun je uitleggen waar dan de angel daarin zit? Ja, wat je ziet is, als de bouwer eigenaar wordt, dan krijgt hij op het moment van oplevering, krijgt hij alleen voor de eerste periode, laten we zeggen voor het eerste jaar, betaald. En dan ieder jaar krijgt hij een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding. Terwijl je aan de voorkant heb je al die investeringen wel gedaan. Je bent gewend het gewoon in één keer in een aanneemsom te ontvangen. Dus in die transitiefase van huidig model naar zo'n innovatief model moet je dat voorfinancieren. Daarvoor hebben wij bijvoorbeeld ook banken betrokken die ook echt kijken naar projectfinanciering. Dus er ligt een stukje risico bij de bouwer, maar er ligt ook risico bij iemand die zo'n projectfinanciering aangaat. En we hebben echt het concept al aan de voorkant helemaal doorgenomen. Dus met opdrachtgevers, met financiers en vanuit Dura Vermeer. Van geloven we dat we het in deze driehoek kunnen gaan uitvoeren. Ja, ja. Nu is het tijd om te testen. Ja, hoe lang duurt het nog voordat er in Nederland ook echt dit soort wegen gemaakt gaan worden? Nou ja, de eerste pilots die worden dus volgend jaar gemaakt. Ja. En wij willen volgend jaar, aan het einde van het jaar, willen we ook een rapport opleveren. Met ondersteuning van TU Delft om onze leerervaringen erin te delen. En ook breder in de markt uit te brengen. En ik hoop dat meer opdrachtgevers dan op deze manier gaan uitvragen. En meer bouwers ook hiermee gaan experimenteren. Ja, Richard, inspirerend verhaal toch? Wat is hier zo mooi aan dat product as a service in de infrastructuur? Nou, in het algemeen vind ik het heel erg inspirerend en heel erg goed dat in deze tijd waarin we toch ook veel bedrijven aan het overleven zijn, en waarin we in echt een hele moeilijke situatie zitten, dat we durven vooruit te kijken. Dat er bouwbedrijven zijn die zeggen van nou, oké, we hebben de problemen van nu, maar wij kijken ook al naar wat hebben we over 15 jaar nodig in Nederland. En hoe kunnen we dan omgaan met circulair als we dat belangrijk vinden. En ik vind het heel erg mooi dat een bedrijf in dit geval als Duren Vermeer, ik weet dat er andere partijen ook nog bezig zijn, aan het nadenken zijn, nee, dat kunnen we anders en dat kunnen we ook samen doen. En dat vind ik echt heel erg inspirerend om dat te blijven doen, om alles daarvoor in te zetten. Ja, ik kan me voorstellen dat voor het BTIC een belangrijke taak ligt, hè? Juist in het zorgen dat het niet alleen maar één pilot blijft, maar dat sectorbreed hiermee aan de slag gaat. Absoluut, sectorbreed. Wat doen jullie? Het belangrijkste wat wij met elkaar doen is bijvoorbeeld dit voorbeeld genomen. Hoe kunnen wij dit consortium, wat zich heeft gevormd, marktpartijen samen met kennisinstelling, samen met een overheidspartij die ook die weg tot zijn beschikking heeft, bij elkaar brengen? Kunnen we nog een stukje funding helpen? Het werd al genoemd, er moet een stuk worden voorgefinancierd, het experiment ook. Hoe kunnen we daar toch middelen voor gaan aanspreken die misschien nog niet op het netvlies waren, om te zorgen dat het toch gaat gebeuren. En met name ook, en dat vinden we ook heel erg belangrijk, als we hiervan willen leren, met name aan de kenniskant, kunnen we dat borgen, zodat het inderdaad breed in de sector toegepast kan. Ja, we zien ook het vliegwiel eigenlijk voorbij komen hier op het scherm. Dat is de ambitie die jullie hebben, om te zorgen dat dit uit de pilotfase wordt gehaald. Ja.
Frederike, als je kijkt naar de omstandigheden en het veld zoals dat er nu bij ligt en misschien ook wel de rol van de overheid daarin, ja. Vind jij dan dat afgezien van het BTIC die hier een belangrijke rol in kan spelen, misschien ook de overheid meer zou moeten faciliteren als het gaat om het adresseren van dit soort vragen waar jullie mee bezig ja, zijn? Ja, ik denk het wel. Kijk, we hebben natuurlijk een grote transitie te maken als we het hebben over de grondstoffentransitie. Dat zijn trajecten die gaan niet in enkele jaren. En de markt gaat alleen bewegen en kan ook alleen bewegen als de overheid daar ruimte voor schept. En in dit geval, dus in het geval van Infra, is zij onze opdrachtgever. Jullie doen het desondanks, hè, toch? Of ja, maar met 6 overheden die dus in zo'n pilot als opdrachtgever willen. En dat was ook de expliciete wens van doe dit, ga hiermee aan de slag. Ja, nou wij provincie Overijssel en Dura Vermeer hebben elkaar al heel vroeg gevonden. Daarna hebben we er 5 andere partijen bij weten te vinden. En zij geloven hierin en zij zeggen wij gaan ruimte creëren om zoiets met jullie uit te vinden. Maar dan nog zouden zij zelfs binnen hun eigen organisatie daar wel meer ruimte voor mogen krijgen. En ik denk ook gewoon in de brede zin, op de 3 niveaus van de overheid, dat er meer ruimte voor innovatie op dit gebied moet komen. Het is een mooi moment om over te schakelen naar Bernard Wientjes. Voorzitter van het samenwerkingsverband De Bouwagenda, geestelijk vader van het BTIC. Welkom Bernard, op afstand via Zoom als het goed is. Goedemorgen. We kijken even of de microfoon aanstaat. Hoor je mij, Bernard? Bernard hoort mij niet op dit moment, maar is druk bezig met de Zoom-instelling. Hoor je mij, Bernard, inmiddels? Ik hoor langzaam iets ritselen. Nou, dan gaan we door. Ik wilde Bernard Wientjes vragen of er nou de komende tijd een revolutie nodig is, hè, om dit soort belangrijke maatschappelijke vragen, er staat al stip op de horizon met betrekking tot duurzaamheid voor de komende decennia. Ja. Maar als we dat tot uitvoering willen gaan brengen, hè, wat is er dan nodig? Nou, het gaat nu te langzaam. We zijn niet op tijd klaar om de circulaire materialen, zoals Frederike die aangeeft, die hebben we niet over 10, 20 jaar. Die moeten we nu gaan ontwikkelen. Die moeten we nu met elkaar gaan ontwikkelen om te zorgen dat we straks grootschalig ook daadwerkelijk hebben. En daar zit nog echt wel een groot probleem. Moeten we echt sprongen maken. Op het gebied van digitalisering, ja, sommigen zijn nog niet eens voorbij het alleen maar het digitaal de factuur printen. Terwijl we al heel veel 3D kunnen tekenen, kunnen ontwerpen, zodat we fouten kunnen voorkomen en het uitvoeren ook sneller kan gaan. Dus daar zijn nog hele grote, echt letterlijk sprongen te maken door het bedrijfsleven, door de kennisinstellingen, samen met de overheid om te zorgen dat er ook daadwerkelijk gaan komen. En dat moet in een hoger tempo dan nu, want anders gaan we het niet redden met bruggen, gaan we het ook niet redden met het bouwen van 75.000 woningen per jaar. En nodig is verduurzamen. Ja. Dat gaan we niet redden. In dit programma komen een aantal mooie voorbeelden voorbij zo meteen. Maar nog even over die rol van de overheid. En we gaan een poging wagen of Bernard Wientjes inmiddels wel klaar zit. En dat wij de techniek ook goed geregeld krijgen. Goedemorgen Bernard. Is het gelukt inmiddels met de techniek? Ik ben hier. Volgens mij, ik zie mezelf. Ja, maar ik zie u ook. Ik zie je ook. Ik kan verzekeren dat gaat goed. Als jij mij ook hoort. Je hoorde zojuist. Ik weet niet of dat ook gelukt is. Maar we hebben hier een gesprek over de rol van de overheid en de mate waarin ruimte geboden wordt om te innoveren als het gaat om bouw en infrastructuur. En daarmee het hoofd te bieden aan de uitdagingen waar Nederland de komende decennia voor staat. Wat vind jij? Heb je daar gevoel bij? Jazeker. Ik denk gefeliciteerd voor het 1 jaar bestaan van het BTIC. Ik vind het een juweel vanuit de bouwagenda. Ik heb net Richard horen praten. Nou, eigenlijk wat hij zegt kan ik alleen maar onderstrepen. Wij als bouwagenda zijn 3 jaar geleden opgericht. Ruim 3 jaar geleden opgericht. Met als doel om te zorgen dat de enorme uitdaging om in 2050 de hele bebouwde omgeving duurzaam te hebben en CO2-vrij te hebben. Om dat te gaan organiseren. En daar is natuurlijk innovatie is misschien wel de hoeksteen. Ja. Innovatie in combinatie met grootschaligheid, in combinatie met ook kostprijsverlaging, wat weer samenhangt met innovatie. Dat zijn de hoekstenen om uiteindelijk in 2050 de hele gebouwde omgeving CO2-vrij te hebben. Ja, de grote uitdaging waar het BTIC mee om probeert te gaan, samen met de sector, is natuurlijk dat gedeelde verantwoordelijkheid soms wel eens geen verantwoordelijkheid is. Hè? Hoe is dat nou het afgelopen jaar al veranderd? Volgens mij heb jij eens ergens gezegd van er moet een revolutie gaan plaatsvinden. Zijn de verschillende revolutionairen daar al toe in stelling gebracht? Nou,
om die revolutie te gaan uitrollen? Bij revolutie gaat het of het is heel bloedig, en dan gaat het heel snel, of het is een geleidelijke revolutie. En dan heb je altijd het gevoel van ja, toch wel onrust en haast en ontevredenheid. Nou, wat we nu aan het doen zijn in het BTC en de bouwagenda zit daar tussenin. Het moet zo zijn dat we iedereen meekrijgen, dus het moet niet te bloedige revolutie worden. Maar anderzijds moet het tempo wel gemaakt worden. Nou, als je kijkt wat er in 1 jaar BTC gebeurd is, is dat absoluut buitengewoon belangrijk. Het is de eerste keer in de geschiedenis in de bouw dat de bedrijfsleven, brede bedrijfsleven, hè, dus Bouw in Nederland, Techniek Nederland, de ingenieurs, de architect, bij elkaar is, samen met de kennisinstellingen, de grote kennisinstellingen in Nederland, ook de kleinere kennisinstellingen, en met de overheid om dat enorme doel te faciliteren. Kost tijd, de ontwikkeling van zo'n nieuwe visie kost tijd, maar ik vind toch duidelijk dat de eerste resultaten heel duidelijk zichtbaar zijn. Ja. Enthousiasme, werk aan de winkel ook toch. We hoorden net Doekle Terpstra die een belangrijke takenlijst heeft meegekregen van Maxime Verhagen. Frederike, nog even naar jou. En dank Bernard Wintjes. Je hoort ook vaak dat bedrijven het eigenlijk heel fijn vinden als overheden, als het gaat om regelgeving. Hè? Dus niet alleen stimuleren, maar ook gewoon streng zijn. Dit is wat we willen, dit is wat moet, hou je hier aan. Is dat ook wat jij vanuit Dura Vermeer vindt? Ja, ik wil graag dat uitvragen zoveel mogelijk duurzaamheidskenmerken meebrengen. Zoveel mogelijk op MKI. Want dat is de enige manier om hier echt steeds grotere stappen in te maken. Want het gebrek aan visie vanuit de overheid leidt ertoe dat jullie af en toe wat bungelen als sector? Nou, wij hebben bijvoorbeeld een circulair product. Een afvalproduct wat 2 keer zo lang meegaat dan een regulier product. Dat is echt ons meest duurzame product. Als je een uitvraag krijgt waarin gewoon wordt gekeken naar een periode van 10 jaar en op prijs moet concurreren, zullen wij dat nooit aanbieden. Terwijl dat gewoon vanuit circulariteit bezien, maar ook gewoon kwaliteit, een beter product is. Weg met die aanbestedingsregels die we de afgelopen 10 jaar hebben opgetuigd. Daar zal ik niet voor pleiten, maar er moet hier en daar wel wat beweging in komen om meer ruimte voor dat soort innovatie en misschien ook een dialoog over oké, wat zijn de kaders, niet alleen financieel, maar ook op het gebied van duurzaamheid en hoe breng je dat in balans. Ja. Op die manier te brengen. Richard, is er vanuit BTC nou een lobby gaande ook richting politiek? De verkiezingen komen eraan. Ja. Zitten jullie wekelijks aan tafel met de kandidaat-lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen? Nou, zo ongeveer wel. We proberen heel duidelijk het innovatiespoor en het inbedden van de bouw, ontwerp en techniek in het innovatiebeleid van de Nederlandse overheid veel sterker erin te brengen. Dus ja, daar zijn we zeker richting politieke partijen, maar op dit moment ook richting de ministers en richting de departementen, die ons daar overigens ook wel goed in steunen, merk ik. Echt heel duidelijk te gaan positioneren, zodat we hopelijk bij een volgend kabinet echt die sprongen ook daadwerkelijk waar kunnen gaan maken en die faciliterende overheid krijgen, zodat kennisinstellingen, maar ook de bedrijven zoals bij Frederik en voor zowel grootbedrijven als MKB echt die mogelijkheden ontstaan om leuke innovaties te gaan toepassen. Ja, dank. Bernard Wintjes via Zoom, Frederik Noppers en Richard Mulder van het BTIC. Het moet sneller, je hoorde het zojuist, en het moet vooral anders. En dat vraagt bijvoorbeeld als het gaat om de bouw en renovatie van huizen om totaal nieuwe aanvliegroutes. Bijvoorbeeld door in te zetten op prefab woningen. Ik ben Hendrik-Jan Weggeman, algemeen directeur van Imergo. We zijn hier in Almelo, onze nieuwe vestiging. We hebben ook een vestiging in Stadskanaal. Wat wij hier maken, dat zijn prefab daken en wanden. Maar we zijn ook bezig om complete prefab woningen te produceren. Er zijn niet zo heel veel fabrieken of consortia die samenwerken en die een prefab woning kunnen maken die echt stekkerklaar naar de bouw gaat. Er zijn er heel veel die kunnen wel een prefab woning neerzetten die, ja, waarvan het casco dan helemaal prefab voor elkaar is. Hè. En dan moet de afbouw daarna nog gedaan worden. Bij ons gaat eigenlijk een prefab woning naar de bouwplaats die al op afbouwniveau is. Dus in 5 dagen tijd kunnen wij een nieuwbouwwoning op de bouwplaats plaatsen en dan daarna de sleutels overhandigen aan de toekomstige bewoner. Er zijn natuurlijk een aantal belangrijke ontwikkelingen in Nederland gaande. We hebben natuurlijk steeds minder mensen die heel allround vakman zijn op de bouwplaats. Dus we verhuizen eigenlijk nu werk vanaf de bouwplaats naar de fabrieken. En dat levert natuurlijk capaciteitsmogelijkheden op, hè, om te groeien. We hebben natuurlijk een immense opgave als Bouwend Nederland, hè, om zowel nieuwbouwwoningen te realiseren als renovatie van bestaande woningvoorraad te doen.
En dan kun je natuurlijk vanuit de fabriek kun je dat proces helpen versnellen en verbeteren. Dat scheelt ook enorm veel overlast. En wat natuurlijk de laatste tijd ook meespeelt, is dat we met veel minder transportbewegingen naar de bouwplaats gaan. En voor een nieuwbouwwoning hebben wij 3 vrachtwagens nodig. En dan kunnen we met 1 keer of 20 hijsen zo'n complete woning in elkaar zetten. Dan verbruiken we natuurlijk heel veel minder brandstof en is er veel minder CO2-uitstoot en stikstofuitstoot. Er is nog een ander positief effect. Vernieuwbouw betekent dat we een woning tot op het fundament slopen en op het fundament een complete nieuwe prefabwoning plaatsen. Normaal als een wijk eigenlijk niet meer bouwkundig goed genoeg is om te gaan renoveren, dan betekent dat helemaal slopen, herinrichten en dan ben je 1-2 jaar onderweg. En dan valt natuurlijk de sociale cohesie van de mensen die daar samen woonden, valt natuurlijk uit elkaar. Die kun je niet bewaren als een complete wijk 1-2 jaar lang op een andere plaats gaat wonen. In dit geval kun je 2 weken lang mensen onderbrengen, bijvoorbeeld een vakantiepark. En dan kun je die wijk vernieuwbouwen en kunnen mensen terugkomen op de plek waar ze eerder ook woonden. Ik denk dat de wil om te innoveren vandaan komt vanuit het perspectief wat mijn compagnon en ik samen op de Nederlandse woningbouw hebben. Ik ben niet een bouwkundige, ik ben een bedrijfskundige. En ik zie natuurlijk heel veel tradities in de Nederlandse woningbouw waarvan ik denk, jongens, dit kan toch slimmer, handiger, anders. En dan ga ik vaak met mijn compagnon samen zitten en dan komen wij samen tot leuke en goede ideeën. En dat kunnen hele fundamentele gedachten zijn die we daarna samen kunnen uitwerken met ons team naar innovatieve producten of naar verbeteringen van de producten die we al hebben. Een innovatief product maken vraagt natuurlijk ook een innovatie en verandering in de hele keten van je toeleveranciers tot en met het eindproduct wat je monteert op de bouwplaats. En daar zijn natuurlijk ook met de standaardtechniek van dit moment natuurlijk ook heel veel dingen nog te verbeteren en te vernieuwen. Al die kleine componenten die wij gebruiken om uiteindelijk een woning samen te stellen, die moeten allemaal gehandeld worden. Die moeten ontworpen zijn en die moeten daarna ingekocht worden. Die moeten precies op het juiste moment op de juiste plaats komen. Daar horen de instructies bij aan onze medewerkers om die dan goed samen te stellen tot een deelproduct. En uiteindelijk natuurlijk dan tot een totaalproduct op de bouw te monteren. Dat betekent enorm veel data en informatie. En ook heel veel informatie over waarom en hoe we dingen hebben gedaan die we beschikbaar moeten stellen in de hele keten. Voor ons is digitalisering gigantisch belangrijk. Er zijn natuurlijk een heleboel industrieën daarmee bezig. Hè. Er zijn ook andere industrieën dan de bouw die veel verder zijn. Maar voor de bouw is het wel heel nieuw om op die manier bezig te gaan met projecten. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het traditionele bouwproces dat we overal in het land pop-up fabriekjes hebben. We starten een bouwproject en dan gaan we dat daar op de bouw gaan we samenstellen. En dan hebben we naast een heel aantal mensen die telkens hetzelfde werk doen, hebben we ook gewoon wel mensen nodig, hè, die improviserend vermogen hebben om die dingen die net niet helemaal lekker zijn, niet helemaal uitgedacht zijn, op de bouw te fixen. Nou, dat proces, dat willen wij helemaal elimineren. Dat je nog op de bouw bezig bent met na te denken wat daarvoor eigenlijk al had moeten gebeuren. Maar dat betekent ook dat je heel veel ontwerpkeuzes en informatie heel goed moet vastleggen en structureren. BTIC vind ik wel een hele serieuze invulling geven aan de call die de overheid doet, hè, aan de kennisinstellingen en aan het bedrijfsleven om samen innovatieve projecten op te pakken. Een compleet programma waarin heel veel bedrijven en instellingen zijn samengebracht. En ze hebben het voor elkaar gekregen, ik was best wel een beetje sceptisch, maar toch voor elkaar gekregen om een milieu te creëren waarin we goed kunnen samenwerken, maar ook voldoende ruimte voelen om precies die uitdaging die wij voor ons zien, om die uit te voeren. Aangeschoven zijn Ferdy Liché, directeur bouw en energie van het ministerie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en Huub Keizers, en T-lid van de BTIC. Welkom heren. Ferdy, je hoorde net het verhaal van Emergo en Amelo. Inzetten op prefab woningen om bij te dragen aan de enorme taak die voor ligt om voldoende huizen op te leveren de komende jaren en decennia. Is dat iets wat je aanspreekt? Ja, uiteraard. Het laat ook wel zien dat dit nog een uitzondering is. Dus we zitten nog in een bouwsector die heel traditioneel werkt, nog geen topsector is, die klanten nog niet volledig ontzorgt. Dus we zitten in een landschap waarin nog heel veel moet gebeuren. Ja. Is dat raar? Geen topsector is, hè? Dat is voor een deel de keuze die natuurlijk waar de overheid ook een hand in heeft. Hè? Is dat iets waarvan je achteraf zegt van nou, daar had misschien wel
een andere keuze in gemaakt moeten worden, gezien de uitdagingen die nu voorliggen? Ja, misschien niet achteraf, maar naar de toekomst gezien zeker. De bouwsector is ongelooflijk belangrijk in de Nederlandse economie. En zeker nu ook in deze crisis, om te herstellen uit deze crisis. De bouw kan daar een aanjager voor zijn. Maar mondiaal bewegen we natuurlijk toe naar klimaatadaptatie, naar energie-neutrale gebouwde omgeving en naar circulair bouwen. Dus dat zijn mondiale ontwikkeling. Ja. En als we daar niet alleen een binnenlandse vraag, heel veel miljoenen huizen bouwen de komende jaren, maar het is ook een mogelijk exportproduct. De expertise die we zouden kunnen opbouwen in dit land kan gebruikt worden om de BV Nederland te beter. Als wij kunnen laten zien ook hoe we die drie ontwikkelingen, klimaatadaptatie, circulair en energie-neutraal, hoe we die met elkaar kunnen combineren in de gebouwde omgeving, dan hebben we ook een exportproduct. Ja, Huub Keizers, er komt net een vraag binnen. Ik wil mensen ook vragen, vooral vragen te delen in de chat. Er komt nu een vraag binnen met betrekking tot Emergo. Hoe draagt BTC nou bij aan deze vorm van innovatie en dat ook sectorbreed misschien veel gewoner maken? Ja, het is een heel leuk voorbeeld van hoe we met kennisinstellingen, bedrijven en overheidspartijen gezamenlijk die ontwikkelingen doen. En een van de zaken die we in het kader van specifiek het voorbeeld van Emergo doen, is dat we daar een koppeling hebben gelegd tussen een productiefaciliteit die Emergo al heeft, het doorontwikkelen naar een platformgedreven renovatieconcept, een nieuwbouwconcept, en dat dan weer toepassen bij, in een bepaalde stad. Dus je brengt gewoon die dingen bij elkaar. En dat bij elkaar brengen en daarmee dus ook uiteindelijk weer alles wat er ontwikkeld wordt naar buiten uitdragen, breed en open uitdragen, zowel naar het bedrijfsleven toe, als ook naar het onderwijs toe. Ja, dat is eigenlijk de rol die BTC daar vervult. Ja, als je het afgelopen half uur hebben we het een aantal keer gehad over de rol die de overheid heeft en zou moeten spelen in het bieden van ruimte voor innovatie. Hoe kijk jij daarnaar? Wat kan er nou, als je kijkt naar de komende 10 jaar, inderdaad misschien niet terugkijken, de keuzes die gemaakt zijn, maar de komende 10 jaar, wat zijn concrete stappen die gezet zouden moeten worden? Nou, ik denk misschien de metafoor is gebruiken van een Tour de France bijvoorbeeld. Dus als je kijkt hoe die ploegen werken, die consortia als het ware werken. Ze hebben een sprinter, ze hebben een klimmer, ze hebben waterdragers. Je ziet soms in zo'n koers dat sommigen vooruit gaan, dat anderen aanhaken. Maar dat uiteindelijk toch andere teams ook winnen. Dus het is niet iets planmatigs, iets wat je zo uit kan rollen. Waar je een nationaal instituut voor maakt en zegt laten we dat nu eens even gaan uitrollen. Mm-hmm. Het is dus een vorm van competitie, van innovatief en competitief vooruitkomen, maar wel met een heel duidelijk doel. En welke rol in deze metafoor, zonder er al te ver in door te gaan, heeft de overheid daarin? Jullie zouden misschien ook de clubarts kunnen zijn die af en toe even een spuitje doping in de billen van de sprinters zetten. Nou ja, dat zou inderdaad kunnen. Dat doen we ook wel met subsidie en zo. Dus dat is soms ook wel marktverstorend, zeg maar. Ja. Ja, dus of dat altijd een level playing field geeft, is nog maar de vraag. Maar ik denk dat wat de markt vraagt, dat is natuurlijk dat we faciliteren in die innovatieve ontwikkelingen. Dus daar moet gewoon veel meer gebeuren. Daar moeten ook meer middelen voor beschikbaar komen. Dus of dat nou in het innovatiebeleid is, of daarbuiten bijvoorbeeld met een groeifonds, mm-hmm, meer middelen. Consortia zijn er genoeg. Hè. Ze melden zich massaal aan. Dus dat is één. Mijn indruk is dus dat die sector die staat te trappelen. Hè, maar die wil aan de ene kant duidelijkheid. We hoorden het Frederik Noppers van Dura Vermeer. Die zegt, joh, bied gewoon duidelijke kaders bij zo'n aanbesteding. En zeg, wij willen het beste, het duurzaamste en het meest circulaire product. En dat gebeurt nog te weinig als overheid. Ja, klopt. Vind je dat terecht, dat verwijt? Ja, vind ik terecht. De overheid loopt overigens wel voorop. Hè. Dus het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat lopen echt voorop in deze markt. Maar we moeten veel meer doen. En dat gaan we ook doen. Dus een milieuprestatie voor gebouwen bijvoorbeeld. Hè, die wordt op korte termijn aangescherpt. En we hebben al aangekondigd dat richting 2030 dat van 1,0 naar 0,5 gaat. Dus die wordt zeg maar 2 keer zo streng. Dat is zekerheid geven voor de komende 10 jaar. Ja. We gaan voor de woningbouw een isolatiestandaard definiëren. Dat betekent dat je dus weet tot op welk niveau alle woningen geïsoleerd moeten worden. Minimaal, dat geeft helderheid. Dat geldt natuurlijk ook eigenlijk voor corporaties die nu allemaal afzonderlijk hun uitvraag doen. Als we dat grootschalig kunnen maken en meerjarig, dan
En dan ontstaat er ook continuïteit. En dit gaat gebeuren? Dit gaat gebeuren. Is dit ook iets waar het BTSC nog een grotere rol in zou kunnen spelen? Nou, het leuke is, en ik wilde net al even onderbreken, maar ik deed het toch maar even niet verder, is dat juist die activiteiten en die dingen die we ontwikkelen vanuit die kennis- en innovatieprogramma's, die zo snel mogelijk laten landen in, wat jij inderdaad ook noemt, die uitrol, dingen als een renovatieversneller. En ook daar weer het leren, wat er opnieuw ontwikkeld of doorontwikkeld zou moeten worden. Dat is precies de rol die wij niet alleen graag invullen, maar die we ook voor een deel al echt aan het invullen zijn nu. Ja, en is het nou ook zo, hè, want je merkt, het is een, ik zei net, gedeelde verantwoordelijkheid is soms geen verantwoordelijkheid. Hè? Nu BTC die handschoenen oppakt. Is het nou zo dat een club als BTC de komende jaren nog iets meer mandaat moet krijgen? En misschien ook wel een flinke zak met geld erbij vanuit bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het ministerie? Ik vraag hem maar even voor hier hoor. Ja, nou kijk, ik denk dat het goede van deze tijd is, hè, dat ook als het gaat om dit soort grote transities, dat Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten als één overheid en heel stevig in die markt gaan uitvragen. Emissievrij, emissiearm, nieuwe normen, zeg maar, dat is een heel groot gedeelte van de markt. Dus dat gaan we doen. Dan is heel vaak de vraag, doe dat dus ook, die voorbeeldrol, maar neem ook nationale regie op deze hele innovatie. Ontwikkeling. Het zijn ecosystemen, dus ons beeld is zowel in de decentralisaties naar de gemeente, maar ook in potten met geld naar technische universiteiten en bedrijven. Mm-hmm. Dat alleen geld geven, dat is het ook niet. Dus het is een samenspel tussen wat hebben we nodig en dat goed definiëren. Daar kan de Hupsi, ik hoor je zeggen precies, ja, betekent precies. Dat je nee zegt tegen het aanbod om... Ik zeg nee, het is niet alleen geld. En dat is eigenlijk waarom ik hem voor een deel wilde beantwoorden. Het is juist zorgen dat je gezamenlijk die programma's maakt en weet waarop je wilt gaan sturen. Maar laten we dan wel ook de komende jaren zorgen dat we die programmatische aanpak en die inhoudelijke aanpak met name ook blijven volgen. Vandaar ook dat we erg inhoudelijke programma's gedefinieerd hebben. En daarna ga je tot uitvoerende consortia komen. En dat lijnt helemaal op. En daarmee is het niet of de overheid of bedrijven of de kennisinstellingen. Nee, die overheid is gewoon deelnemer met partijen in die programma's. Ja, Ferry, want ik zit het is heel makkelijk te zeggen van de overheid moet meer doen, moet de portemonnee trekken. Als we nou kijken naar die andere stakeholders hierin, hè, dus die kennisinstellingen bijvoorbeeld, gewoon bedrijven uit de sector. Vind je dan dat die twee misschien ook wel eens een beetje harder zouden moeten kunnen lopen? Nou, ik denk eigenlijk meer dat we de urgentie, zeg maar, moet in de uitvoering komen. Dus als je een project hebt met een gedefinieerde datum, dan staat deze raket of deze mensen staan op de maan. Dat is een oude metafoor, zeg maar even. Maar dan heb je dus wel iets waar je gezamenlijk aan werkt. Op het moment dat je vrijblijvend, zeg maar, aan innovaties werkt, dat is heel iets anders dan denken wij willen nu de beste hybride oplossingen bijvoorbeeld voor de markt in 2025... in een zekere omvang gewoon echt neer kunnen zetten. En wie vind jij moet voorop gaan? Wie moet de Elon Musk zijn Nou, gelukkig zie ik ze ontstaan. Hè? Ja. Dus dat zijn ook een beetje... De Elon Musk van Nederland is misschien ook een beetje... Ook een beetje de Mergo's van deze wereld. Hè? De Ruud Koornstra's en zo, ook van deze wereld. Die proberen nieuwe consortia te maken. Ook met banken. Hè? Dus met financieringsconstructies. Met ontzorging naar de eigenaar-bewoners toe. Met grootschaligheid. Nou, dus we hebben ondernemerschap nodig, eerst en voor alles. Maar niet het ondernemerschap van het oude model, waarin we gewoon zeggen, nou ja, we gaan proberen wat we al hadden, grootschalig te verkopen, want mensen moeten nu iets. Nee, het ondernemerschap in het innovatieve. En dat als net als met een iPhone, dat soort voorbeelden. Je moet natuurlijk zorgen dat mensen het willen hebben. Ja. Als ik dat nog even mag. Hè, nee, we gaan afronden. Ik wil een laatste vraag stellen aan Huub. Tweede Kamerverkiezing komen we straks aan. Wat is, als je één beroep zou moeten doen op de politici die straks het plusje gaan bekleden. Wat zou dat zijn vanuit BTIC met betrekking tot dit spanningsveld? Nou, mijn oproep zou zijn, van laten we zorgen dat die programma's rond circulariteit, energietransitie, digitalisering, infra en klimaatadaptatie, dat die van de grond komen. Zodat we inderdaad die oplossingen, en ik roep hem toch maar even, haalbaar, betaalbaar en op schaalbaar krijgen. Dus zorgen dat het gewoon echt van de grond komt. En ja, volgens mij vinden we elkaar daar en nu zorgen dat we het kunnen gaan doen. Ja. Daar komt het op neer. Dank. Ferry Liché en Huub Keijsers. Zometeen gaan we praten over circulaire gevels in een leaseconstructie. En tegen het einde van het uur zoomen we dieper in op de andere invulling die gegeven zou moeten worden aan het onderwijs. Die nodig is om in de branche slagvaardig te zijn. Je ziet een stuk technische ontwikkeling in onze branche. Eigenlijk zit in een gebouw steeds meer techniek.
Een jaar of 7 geleden zag ik aankomen dat we meer en meer een leidende rol moesten gaan nemen in projecten. De rol van de installateur in een project wordt anders. En vanuit dat vertrekpunt zijn we gaan werken aan de mogelijkheden om HBO beter op de kaart te krijgen voor onze sector. Aan tafel nu professor Tilman Klein, onderzoeker aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft. En Martijn Veerman, specialist circulaire gevels bij Alcondor in Hengelo. Welkom heren, we gaan het hebben over circulaire gevels in een bijzondere constructie. Hier voor het eerst op de TU Delft uitgeprobeerd aan de faculteit Civiele Techniek, geloof ik. Hè? Inderdaad. Tilman, in een lease constructie. Dat begon allemaal bij jou, ja. met een ambitie om daar iets te gaan doen. Kun je dat uitleggen? Nou ja, in eerste instantie de bewustwording dat je op het gebied van productontwikkeling de innovatie niet op het product zelf gaat scheppen, maar de transitie naar een circulaire economie eigenlijk veel meer vraagt, een grotere aanpak en andere aspecten mee moet nemen. En toen was het idee om dit uit te proberen, nieuwe lease modellen of product service modellen, mm-hmm. die veelbelovend zijn op dit moment, om die te proberen echt in de realiteit te toetsen, te testen. En lease model, product as a service, dat betekent de bouwer, de ontwikkelaar, blijft eigenaar van die gevel in dit geval. En zorgt daarmee ook voor een hoogwaardig, vervangbaar, goed onderhoudbaar en op een gegeven moment aan het einde van de levenscyclus ook weer afbreekbaar of verwerkbaar product. Ja, de levenscyclus is natuurlijk het argument erbij. Dus je zet iets neer wat gemaakt is en duurzaam blijft tot het eind van het leven en daar ook weer waarde kan toedienen aan product, dus gewoon niet wordt afgebroken en daardoor de ressourcen ook in omloop blijven. Ja, dat is een ambitieus project. Je bent onderzoeker, hoogleraar. Ja. Je houdt je bezig met het bestuderen van dingen voor een deel. Waarom dacht je op een gegeven moment, ik wil ook echt gewoon zo'n gevel gaan bouwen? Nou, het is natuurlijk zwemmen doe je het leer je in het water. Ja. Dus we kunnen wel de theorieën op loslaten, maar je moet het in de praktijk gaan toetsen. En ook als er veel onzekerheden nog zijn, is het heel belangrijk om dit debat te faciliteren door echte projecten. Daar komen echte problemen naar boven en die kan je dan weer tackelen. Ja, was het leuk om te doen? Ja, heel erg leuk. Ja. Was het ook lastig misschien af en toe een beetje uit je comfortzone te treden? Ik zou zeggen, het was ook spannend tussendoor. Ja. Het ging niet altijd even van een leidakje, geloof ik. Ja. Wat waren de moeilijke momenten? Die moeilijkheid bestaat omdat je heel veel partijen moet meenemen. En er zit natuurlijk de industriekant, daar zitten heel veel partijen aan tafel. De toeleverindustrie, de bouwers, maar ook aan de klantenkant. Je hebt te maken met de campus real estate, met de gebruiker zelfs, met het management. Ja. En, management van de TU Delft. Management van de TU Delft. En wat waren de grootste dwarsliggers in het proces? Waren dat die ouderwetse boeren uit de bouwwereld? Of waren het die bureaucraten van de universiteit? Even onder ons. Nou, het is gewoon, als je een systeem wilt doorbreken, dan moet je heel veel communiceren. En we hadden te doen met heel veel mensen die enthousiast zijn, maar het is gewoon ontzettend moeilijk, als je op een positie zit, dingen compleet anders te gaan doen. Een voorbeeld noemen is de financiering. Ja. Er zijn budgetten voor beheer en onderhoud, voor nieuwbouw, voor energie. En als je nu als onderzoeker makkelijk zegt, nou, die gaan we anders verdelen, daar gaan we anders mee omgaan, kan je je voorstellen. Maar de financiering was lastig. Het waren de banken weer eens. De banken zaten natuurlijk ook aan tafel. Maar ook voor hun is het innovatie, zeg maar. En ook een doorbreken van een lineaire denken naar een circulaire denken. En dat is net zo moeilijk als voor iedereen. Ja, want het is niet helemaal gelukt, hè, om het voor elkaar te krijgen, wat jullie in het begin voor ogen hadden. Ja, voor mij als onderzoeker is het gelukt, zeg maar. Ja. Maar in de praktijk is de contract nu geen leasecontract geworden. Maar daar kan Martijn misschien ook meer over vertellen. Ja, maar Martijn als onderzoeker hij is blij, hè? Want hij kan zo'n proces, ik neem aan dat het is. Well, ja, ook falen is een resultaat. Ja. Maar we zijn natuurlijk uiteraard niet gefaald. Maar de wetenschappelijke methode is voor ons belangrijk. En het resultaat is natuurlijk ook om dingen te toetsen. Ja. En dat kan negatief of positief zijn. Ja, maar Martijn, wat gebeurde er uiteindelijk waardoor het niet helemaal werkte? Nou, uiteindelijk een hele belangrijke factor, een rol, is weggelegd voor een bank. De financiering, zeg maar. Wij zijn de producent van gevels. Dat kunnen we goed. Dat doen we al 30 jaar lang. Alleen het financieren van gevels, dat is natuurlijk nooit bij ons in onze organisatie gebeurd. Dat is niet normaal in de lineaire economie. Dus we hebben financiers nodig.
Ja, en dan kom je in één keer, krijg je te maken met een bank. En de hele processen die daar georganiseerd zijn. Ja, die zijn echt wel geënt op bekende producten, lineaire producten. En zo wordt het ook beoordeeld bij de risicoafdeling, zeg maar, van zo'n bank. Nou, er wordt wel mee ontwikkeld, hè, meegedacht. Maar uiteindelijk zal een bank ook intern een aantal loketjes belangs moeten. En die moeten allemaal een vinkje zetten. Nou, dat lukte niet. Althans niet op tijd, want er stond op het project een enorme druk vanwege planning. Het moest en zou 2019 opgeleverd worden, die gevel, in gebruik genomen gaan worden. Dus we hadden ook niet heel veel tijd meer. Maar ik ben nog steeds van overtuigd dat het kan en dat het gaat lukken. En daar zijn we inmiddels in andere projecten ook al heel ver doorgevorderd. Ja, want vertel eens, hoe zijn jullie nu in staat geweest om de obstakels die je in eerste instantie tijdens dit project tegenkwam wel weg te nemen? Of in ieder geval daar hard aan op weg? Het begon eigenlijk mee dat ik zei, ik wil meerdere banken aan tafel. Volgens mij, als je dat breder trekt, zeg maar, in de bankenwereld. En er echt een product van gaat maken. En niet alleen maar zeggen, het is een product voor alleen geven, maar het is ook een product voor de zonnepanelen, de binnenwanden. Ga zo maar door. Dus dat je uiteindelijk niet iets doet eenmalig. Want waarom willen die banken het niet financieren? Wat is het probleem daarin? Risico. Er zit heel veel risico aan vast op het moment dat je een geven gaat financieren. Maar jij denkt, een lange termijn investering is altijd aantrekkelijk voor een bank, toch? Het zijn geen durfkapitalisten. Ja, dat klopt. Alleen het wordt losgekoppeld van een gebouw en daardoor zijn de zekerheden weg met betrekking tot pandrecht en dergelijke. En normaal heb je een onderpand wat geregeld is en gekoppeld is aan een gebouw zoals die faculteit Civiele Techniek. En een gevel neem je niet zo even mee, zeg maar, als een auto of iets dergelijks. Het is niet duidelijk of het een roerend of een onroerend goed is eigenlijk. Past niet in een checkboxje op een gegeven moment, in dat proces wat je langs moet lopen. Hè? Dus dat is wat Tielman ook zegt. De hele keten moet op zijn kop. Het hele systeem gaat veranderen als we naar product as a service toe gaan. Dus ook de juridische kant. Nou, we hebben wel op basis van erfpachtrecht konden we dat doen. Hè? Dat is uitgezocht. En inmiddels zijn we weer wat stapjes verder. Hebben we daar ook wat aan gesleuteld. En zijn er andere mogelijkheden waardoor we niet langs de notaris hoeven, zeg maar, om het in te laten schrijven. Maar nog steeds voldoende zekerheden kunnen krijgen op een ander recht. Dan krijgen we het eigenlijk het economisch recht in plaats van het juridisch eigendom. We hebben ook nog wat mooi beeld van hoe jullie nu bezig zijn, hè, met die, dit soort gevels op een aantal verschillende plekken. Misschien kun je iets over vertellen over waar jullie op dit moment mee bezig zijn. En nou ja, dit gaat wel lukken, toch? Of we proeven een voorzichtige slag om de arm. Ja, het gaat wel lukken, ja. Ja, maar wat zijn de projecten die we hier op het scherm voorbij komen? Welke heb je meegenomen? Wat we hier zien zijn eigenlijk een portfolio wat we tot nu toe hebben gedaan. Dus je ziet hier niet de projecten die circulair gaan worden, want die zijn echt nog in ontwikkeling. Ja, ja. Die zijn nog niet afgerond. Een film van het TU Delft project, dat is wel hier gepresenteerd. Ik geloof dat die al langs is geweest of komt nog langs. Dus eigenlijk is het eerste project wat staat, wat echt als een service is geleverd. Waarbij alleen niet het financiering is gelukt, maar wel als een dienst en ook onze verantwoordelijkheid daarin. We zijn nu bezig om het onderhoudscontract, hè, dus de prestatiecontract eigenlijk in te richten. Dat gaan we ook op een nieuwe manier doen, gebruiksgerelateerd doen. Dat doen we hier op de campus bij het Civiele Techniekgebouw. Toch maar gewoon bijna gelukt dan, heren. Wat is er nou voor nodig om dit wel echt structureel voor elkaar te krijgen? Hè? Want daar zijn jullie hard mee bezig. En de vervolgvraag, hoe lang duurt het nog voordat... Hè? Heel Nederland aan de product as a service, de geleaste gevels zit in de kantoren? Dat is een goede vraag. Ik denk dat is niet van vandaag op morgen geregeld. Kan het of niet? Is het te realiseren? Kijk even naar Tielman, kan het? Ik denk het kan het, maar het zal gewoon één optie zijn van verschillende mogelijkheden dingen aan te zetten, in te kopen. En je moet gaan zien waar de beste plek is om het neer te zetten. Mm-hmm. Ja, dus het kan, ik denk dat het... Een paar jaar, dan hebben we het. Een paar jaar is het geregeld. Prima, met die ambities sluiten we af. Maar niet voordat ik jou gevraagd heb, hoe was het om met een professor aan zo'n project te werken? Leuk of lastpak ook af en toe? Nou goed, een onderzoeker zoekt altijd een nieuwe onderzoeksvraag, want dat is een bestaan, geloof ik. Jij wil en wij moesten op een gegeven moment gaan bouwen. Dus er moest een keer knoop doorgehakt worden van deze parameters gaan we toepassen, deze prestaties en weer door. Was nog wel eens even wat stress, zeg maar. Maar verder een goede samenwerking gehad. Nou, een fantastisch voorlopig resultaat in ieder geval. Dank. Tielman Klein van de TU Delft en Martijn Veerman van de Alcondor. Het innoveren niet vanzelf gaat, is inmiddels wel duidelijk. Dat het brood nodig is, evenzeer. En dat geldt natuurlijk ook voor het onderwijs. Jezelf opnieuw uitvinden is daar misschien wel belangrijker dan ooit. MUZIEK
Ik ben Ben Kuipers, directeur Algemene Zaken bij Lohuis Installatiegroep. We zijn nu in de locatie Almelo en van hieruit doen we met name utiliteits- en retailprojecten. Maar daarnaast doe ik heel veel in de woningbouw, nieuwbouw en renovatie. Renovatie ook van projecten voor de woningbouwcorporaties. Heel breed in de markt. Innovatie is een mooi woord, maar het is heel divers in onze sector. Je ziet een stuk technische ontwikkeling in onze branche. Eigenlijk zit in een gebouw steeds meer techniek, waardoor er steeds meer aandacht en focus ook van jouw klanten op het stuk techniek komt. En dus wordt er ook de rol van de installateur in een project wordt anders dan 10, 15, 20 jaar geleden. Dat is één zijde van de medaille. De andere zijde van de medaille is uiteraard de hele energietransitie die op ons afkomt. Die er nu al is, maar die nog enorme vormen gaat aannemen. En daar speelt onze branche een vooraanstaande rol in, een leidende rol ook in. En daar moeten we als branche dan wel op een goede manier op inhaken. Hoe gaan we het nou oplossen? Zonne-energie, windenergie, van het gas af. Vraag wel het nodige. Een jaar of 7 geleden zag ik aankomen dat we meer en meer een leidende rol moesten gaan nemen in projecten. En met alle respect, dan zie je dat onze branche een hele zware mbo-branche is. Met hardwerkende mensen, goede technische mensen. Maar op het moment dat je de lead moet nemen in projecten, dan heb je ook andere competenties nodig. En juist daarin hadden we behoefte. En vanuit dat vertrekpunt zijn we gaan werken aan de mogelijkheden om hbo beter op de kaart te krijgen voor onze sector. Formeel was het er wel. We hebben dus hbo-opleidingen werktuigbouwkunde en we hebben elektrotechniek. Maar zoom je in op die opleidingen, ik zeg wel eens gekscherend, dan leer je bijvoorbeeld hoe je een ventilator moet maken. He, welke diameter die ventilator moet hebben, hoe die schoepen moeten staan, welk materiaal dat moet zijn, etc. Onze branche is een branche van het toepassen, het gebruiken van die spullen. Wij moeten aan het inkopen en allerlei spullen bij elkaar zoeken om een juiste installatie te realiseren voor die klant. Dus we hoeven de ventilator niet te maken, wij moeten hem toepassen. Maar niet alleen het toepassen van de ventilator, ook de juiste warmte-terugwinsystemen, de juiste regeltechniek, de juiste verwarmingstechniek. Dus dat is een heel breed spectrum aan gebouwgebonden techniek. Dat misten we in de opleiding. Dan gaat het niet vanzelf rollen. De scholen moeten wel de behoefte zien van onze branche, want uiteindelijk is het wel een financieel gebeuren. Om dat los te trekken, heeft Techniek Nederland zich opgeworpen en met name Doekle Terpstra, die heeft zich heel erg sterk gemaakt. We hebben een aantal bespreekmomenten met de afgevaardigden van hogescholen gehad. We hebben een aantal voorzitters van de Raad van Bestuur van hogescholen hebben we persoonlijk bezocht. En langzaam maar zeker door die benadering krijg je ook het enthousiasme bij de scholen. En uiteindelijk is er geld meegebracht. En geld heeft heel veel losgemaakt. Als directeur-eigenaar van een installatiebedrijf kun je niet het hbo binnen heel Nederland gaan verbeteren. Dus we hebben zelf ingezoomd op de regio. Nou, in de regio in Enschede zit Hogeschool Saxion. En met hun zijn we in gesprek geraakt om dit verder op te gaan pakken. Hebben we een projectmanager aangetrokken, dat is Bas van Dongen. Een man met energie, iemand die je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat kunt bereiken. We zien elkaar regelmatig om af te stemmen van goh, wat zie je nou binnen het bedrijf? Wat kan Bas daarmee binnen het hbo-onderwijs, zodat degene de behoefte die wij zien, dat hij dat kan terugzetten in zijn opleiding. Innovatie aanjagen is belangrijk. Niet elk bedrijf en niet elke directeur aandeelhouder kan inzoomen op innovatie, want die is met zijn bedrijf aan de slag. Dus het is ook belangrijk als sector het belang van innovaties aan te geven en aan te tonen van mensen, dit is de toekomst van onze sector, hier gaan we naartoe. En ik denk dat het heel belangrijk is om voorbeeldprojecten, om die te tonen aan de sector en om regelmatig open dagen te hebben op een project, dat mensen feeling hebben met van goh, dit is de toekomst, hier gaat het naartoe en hier moeten we bij zijn. We zagen Ben Kuipers van de Lohuis Installatiegroep over de veranderende rol van het onderwijs. Bij mij aan tafel opnieuw Doekle Terpstra en het kerstverse boegbeeld van het BTIC en Henk Visser, MT-lid bij het BTIC. Doekle, jouw naam werd genoemd. Denk je met plezier terug aan wat je met Ben Kuipers teweeg hebt gebracht? Ja, overigens, ik vind het fantastisch dat een ondernemer in staat is om zo helder te maken wat het belang is van samenwerking met het beroepsonderwijs en dan in de hele keten, dus van het mbo tot aan het hbo toe. En dat het belang van die samenwerking ook alleen maar toeneemt. Ik vind het prachtig om het, ik kan het niet in mooiere woorden vertellen dan de wijze waarop hij dat nu heeft gedaan. En je ziet dat de afhankelijkheid ten opzichte van elkaar gewoon groter wordt. Dus we hebben elkaar nodig.
Vanochtend werd al even gesproken over... De afhankelijkheid bedoel je? Het onderwijs en het onderwijs, en met name het beroepsonderwijs en ook de technische universiteiten. We hebben elkaar gewoon als sector en onderwijs nodig. En dat zijn nu voor een deel nog wat gesepareerde werelden. Mm-hmm. Terwijl ik denk van we zullen moeten oefenen op het idee dat het een één ecosysteem wordt van afhankelijkheid. Van onderwijs die het bedrijfsleven nodig heeft en het werkveld heeft het onderwijs nodig. En dan kunnen we nog veel meer verzilveren dan op dit moment het geval is. Dus daar moeten we met z'n allen, denk ik, de mouwen voor opstropen om dat voor elkaar te krijgen. Ja, ook hier geldt weer, hè, met z'n allen kan soms ook betekenen dat sommige mensen eventjes niet meedoen, van de zijlijn gaan staan. Hoe zorg je nou dat dit gebeurt? Hoe organiseer je dat nou op een manier dat sector en onderwijs dat inderdaad samen gaan doen? Laten we kijken naar de coronaperiode, de afgelopen 3 maanden. Ik vind het heel bijzonder dat wij elkaar in de keten van de bouw in de volle breedte, dus bouw, ontwerp en techniek hebben gevonden. En dat we gewoon hele snelle, accurate afspraken hebben gemaakt, zodat het tot op de dag van vandaag mogelijk is om de sector niet alleen overeind te houden, maar je zou kunnen zeggen verder te vitaliseren. Samenwerking met departementen, chapeau. Als je kijkt naar wat daar gebeurd is, pet af. En als we dat weten vast te houden, als we die energie ook weten vast te houden, dan zou dat voor ons in zijn totaliteit gewoon heel goed zijn. Zou het een grote opbrengst voor Nederland hebben op de grote maatschappelijke opgave die er ligt. En ik zie nu dat ook partijen buiten onze sector, Nederlandse Bank, planbureaus, steeds meer zeggen van de bouw, de binnenlandse bestedingen moeten overeind blijven. En laten we ervoor zorgen dat dit nu gaat gebeuren. Dus die samenwerking is van cruciaal belang. Ja. Henk Visser, nieuwe boegbeeld hier aan tafel, Doeke Terpstra. Zonder helm trouwens, waar is hij gebleven? Ik heb geen idee. Ja, okay. De veiligheidshelm. Je hebt er zin in, ambitieus, veel plannen, ook veel uitdagingen. Jullie hebben ook niet stilgezeten, toch? Als het gaat om het betrekken van dat onderwijs bij die uitdaging voor de komende jaren. Zeker. Nou, we zijn al een tijdje bezig. En die samenwerking die was er niet zo, denk ik, hè? Tussen de verschillende onderwijsinstellingen. Mm-hmm. Als ik dan daar even op betrek. MBO, HBO, wetenschappelijk onderwijs. We zijn begonnen, denk ik, echt vooral met de technische universiteiten. Waar we naast elkaar stonden, staan we nu samen in deze onderwerpen over digitalisering, energie, infrastructuur. Dat zijn dingen die we gezamenlijk oppakken. En de doelen in Nederland zijn zo eigenlijk helder geformuleerd. Een geweldige opgave. Ja. Nou, daar hebben we vanuit BTC HBO direct aan gekoppeld met lectorenplatforms. Ik denk dat de HBO's weer heel erg in de regio's de koppeling hebben met het MBO. En daarmee hebben we die infrastructuur in onderwijs en daaraan gekoppeld ook onderzoek, denk ik al behoorlijk in de stijger staan. En op sommige onderwerpen zijn we al flink aan het werk. Ja, flink aan het werk toch. Belangrijke uitdagingen nog steeds. Doeke, wat ga je concreet doen de komende jaren? Jaren, het is maar een jaar. Een jaar, excuses. Is dat zo? Je mag niet blijven, het is een jaartje. Nee, we hebben een onderling soort werkafspraak met elkaar gemaakt. En dan geef je de helm weer aan Maxime. Dan gaan we, ja, dus die helm wel goed bewaren voor volgend jaar. Dan kan ik hem weer overdragen. Kijk, we hebben al eerder geconstateerd, het fundament is gelegd. We gaan nu kijken of we het een aanvullende slinger kunnen geven. Dat doen we samen, dat doen we met elkaar. Wat ik heel belangrijk vind voor de komende periode is dat we goede opmaat voor het nieuwe kabinet laten plaatsvinden. Vanuit de opdracht van het BTIC. Wat betekent dat? Dat we onze manier van werken gaan verankeren. En dat we ook support krijgen van de zijde van het Rijk. Mm-hmm. En dat we ons ook een beetje kunnen spiegelen aan hoe ziet het topsectorenbeleid eruit. Hoe kunnen we samenwerken binnen dat kader. Hoe kunnen we onszelf daarmee versnellen. Meneer Kuipers zei, er kwam was echt iets in beweging toen er een grote zak met geld op tafel kwam. Ja, maar niet alles is afhankelijk van geld. Ik vind dat geld volgt ambitie, om het zo maar even uit te drukken. Als wij een goede ambitie hebben en we weten dat om te zetten in daadkracht, dan is geld volgens mij geen probleem. Maar we moeten niet aan de vanzelfsprekende ruif van het geld gaan hangen, dan gaat het gewoon verkeerd. Samenwerking is bottom line, dus ook samenwerking met het onderwijs. Maar wat ik ook heel belangrijk vind, dat is hoe sluiten we de leden van de koepelorganisatie, dus Bouwer Nederland, de ingenieurs, Techniek Nederland, goed aan op de ontwikkeling van het BTIC. We zijn belangenbehartiger. Zonder onze leden gaat het gewoon niet lukken. Henk, geef eens antwoord op die vraag. Laatste korte reactie. Nou ja, nog één antwoord op die stelling van het geld moeten zijn. Soms is er ook wel geld, maar is het niet op zo'n manier geallockeerd dat we dat dwingt tot samenwerking of dat het faciliteert. En dat je juist meer met elkaar in concurrentie gaat. Nou, dat proberen we juist te doorbreken.
Dat we samen gaan zitten, gaan kijken van... En hoe sluit, hè, die laatste vraag van Doekle, van hoe sluit je nou al die organisaties goed aan? Want dat is jullie rol, hè, denk ik, voor een groot deel. Een beetje smeerolie, juiste condities. Ik bedoel, de wil is er wel, maar het moet wel ook gefaciliteerd worden. En dat proberen vanuit de organisatie te doen, maar ja, alle partijen die daar een rol in spelen, een overheid ook vooral, denk ik. En de manier hoe ze het geld allokeren, is denk ik heel belangrijk. Ja, er gaat hard gelobbyd worden komende tijd tot aan de verkiezingen, denk ik ook. Heren, dank Doekle Terpstra en Henk Visser. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van BTC Talks onder het motto Inspiratie rond innovatie. Namens het BTC roep ik je op om vooral actief mee te doen met de 5 kennis- en innovatieprogramma's. Meer informatie daarover en de mogelijkheid om je aan te melden vind je op de website btic.nu. Voor nu een hele fijne donderdag. Smeer je in als je naar buiten gaat, zou ik zeggen. Het is vreselijk warm, maar geniet ervan. Vooral van het mooie weer. Tot ziens.